Hallo en welkom in het nieuwe jaar. Een nieuw jaar en nieuwe poppenkastverhaaltjes. Ik laat enkele van mijn vrienden zien. Kijk. Hallo, ik ben dus de rode heks en ik breng voor u heksenspreuken. Dus goed opletten, hè. Daar. Ik ben dus de groene heks en ik zorg ook voor u dat je niet kan slapen, want ik kan heksenspreuken uitspreken. Hey, ik ben de rode clown en ik doe voor jou wat trucs. Later. Ik ben de avondfee. Ik kom als jullie slaapt en ik tover alles om in jullie kamer. Ik ben dus de enige kabouter en ik breng kabouterverhalen voor u mee. Ik ben Harlekijn, de hofnar van de koning. Daar. Zo, dat is dus een poppenkast. Aha, ik ben dus de koning. Ja. Ik ben dus een beetje de boze tovenaar. En ik maak de koning het allemaal een beetje moeilijk. Ja. Ik ben de blauwe prins. En ik zoek nog altijd een leuke lief om mee van alles te doen. Om mee te gaan shoppen of in de tuin te spelen. Ja. Hey, dag lieve kindjes. Ik ben Sinterklaas en ik kom zo één keer per jaar in de maand november. Ongeveer in het midden van november moet je even komen kijken naar deze poppenkast.be en dan zie je mooie verhaaltjes van mij tot aan mijn verjaardag. En dat is nu weer mijn verjaardag. Allee, zeg het een keer. Wanneer? Ah ja, 6 december. Ja, dank u wel. En ik ben Zwarte Piet, de helper van Sinterklaas. Dag. En ik ben het spook van Halloween. Halloween. Ah, lekkere pompoensoep. Sst, niks zeggen. Meisjes af en toe voorbij lopen, zo. Abra, acadabra, boom. En? Al iets gebeurd? Nee? En nog eens. Abra, acadabra, boom. Ik heb mij per ongeluk in een krokodil getoverd. Oei. Ik ben de slechte tovenaar, en zoals er altijd zijn. Slechte tovenaars moeten er ook zijn. Ah ja, natuurlijk ja. Er zijn goede tovenaars en er zijn slechte tovenaars. En wel, ik ben dus de slechte tovenaar. Ik ben Jan Klaassen en ik vertel af en toe eens goeie moppen. Ja, zoals moppen met carnaval. Ja, tot dan, daar. Zo, dit waren enkele van mijn vrienden. Er zijn er nog veel meer, dus moet je maar zeker even afkomen op poppenkast.be. Daag!